Heeft heer Floris een spraakgebrek? Laten we het daar eens over hebben. Om die vraag te beantwoorden moeten we natuurlijk wel even kijken over welke Floris hebben we het dan. Nou, over deze Floris. Floris van Dondermonde, waar recentelijk het tweede album van is verschenen. Heer Floris vraagt erom. Ja, waar vraagt hij om? Nou, daar moet je dit voor lezen. Een bundeling van de hoofdse perikelen die heer Floris meemaakt, die in de Eppo verschenen zijn. En de grappen in dit album variëren van één strookje tot meerdere pagina's. En het maakt eigenlijk niet uit hoe kort of hoe lang de grappen zijn. Ze zijn ontzettend leuk. Het eerste wat je opvalt... Nou oké, het tweede dan. Het eerste wat je natuurlijk ziet is meteen even deze. Heer Floris die houdt wel van de dames, die houdt wel van de hoofdse liefde. Dat komt meerdere malen terug in dit album. Maar wat daarna even opvalt is het taalgebruik van heer Floris. Hij spreekt niet echt Nederlands zoals de rest van de personages. Nee, hij spreekt Nederlands op met een soort middeleeuws spraakgebrek, zou ik bijna zeggen. Dat is een soort spraakgebrek, ja misschien wel. Het is in ieder geval ontzettend grappig en... Ja, dat geeft ook meteen even aan de humor die hierin zit. Dat is over nagedacht. Dat is niet alleen maar flauwe grappen. Nee, daar zit wat meer achter. En op zich verbaast het niet helemaal. Want de makers van deze strip, Wilfred Ottenheim en Remco Polman, die werken ook mee aan deze strip, Dirk Jan. En dat is ook humor waarover nagedacht zit. Waar soms even... Een dubbele bodem in zit. En je ziet hier ook een aantal verhalen in terugkomen die ik gewoon ontzettend leuk vind. Zoals bijvoorbeeld de versie van deze heren op het welbekende Roodkapje verhaal. In de zin van Klootkapje. Ze hebben hun eigen versie van het kerstverhaal ontzettend grappig gedaan. Maar daarnaast ook een ontzettend leuke grap over de vergeetput. Die vond ik ontzettend goed. Een draak die heer Floris meeneemt, waarbij de... Een van de jonkvrouwen zoiets heeft van, ja maar dat gaat niet even, ik ben aan de beurt. En die er dus achteraan gaat, ook die ontzettend grappig. En zo zitten er nog veel meer dingen in. En dat brengt me meteen even, die grap met die draak, brengt me meteen even bij een ander puntje wat mij ook even opviel hierin. Namelijk, de dames zien er sowieso erg lustig uit. Maar alle jonkvrouwen, die lopen continu op hun tenen. Dat is een klein detailtje, maar hè, dat mis je snel. Maar als je even goed oplet... In het tekenwerk, er zit ook van alles in. Het is prachtige tekens, ontzettend leuk geschreven. Dus ik heb echt genoten van dit boek. Het vorige album heeft de stripschapspenning gehad in de, als zijnde album van het jaar in de categorie vermaak. Nou, deze zal dat wat mij betreft ook wel mogen krijgen, want ik heb hem echt met heel veel plezier gelezen. Ik heb gelachen, ik vond het een fantastisch album. Ik ga ook zeker de eerste halen en ik ben vanaf nu een... grote fan, of liever gezegd misschien een trouwe aanhanger van heer Floris van Dondermonde. Je vindt deze bij de stripwinkel. Ga hem halen. Je ontzegt jezelf iets als je dit album niet gaat halen. En dat moet je gewoon vooral niet doen. En als je hem gelezen hebt, laat een comment achter onder deze video en vertel mij, wat vond jij van heer Floris van Dondermonde? Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag bij een volgende video weer terug.